Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Crysis 2. Ik sta hier boven de brug en ik ben aliens aan het taggen. En dat was een beetje wat ik op het moment aan het doen ben. Oh oh. Hij gaat vast die dead body checken. Oh, hij ziet. De andere bonobaapjes. Staff. Nice. Dat ging mooi. Nou, de rest halen. Even kijken. Ambulance. Container. Oeh, water. Dat was best wel mooi. Hierachter haal je het even. Dan gaan we eens even het parkeergarage binnen. Dit is het Hargreave gebouw. Daar hebben we trouwens het hoofd van de Statue of Liberty. Nee, ik hoef geen demolition score. Oh, gezellig. Please, laat niemand dit zien. Dank je. Lieve aliens. Hebben we die catalyst nog wel? Nee. Nu wel. Hij ziet nog steeds niks. Die daarboven. Het is alleen geel van... Hey, er is iets aan de hand. Maar wat weet hij nog niet. Maar dan komt de show achter. Als ik niet een keer uit het klok ga... Wat heb jij hier in aanbieding? Een jaw. Oh, hoog kunnen we niet. Waar was die dude dan? Oh, daar beneden. Oké. Okay. Ah, daar hebben we nog een enemy. Verder nog? Niet echt, hè? Wow. Nee. Oh, daar nog een. Dus ik kom echt uit het niets opeens. Ik wil naar die dude daar beneden. Daar gaan we naartoe, heel langzaam. We zijn ernaast een beetje. Ah, we zijn ernaast. Oh oh. Hem kunnen we niet gaan killen. Hem gaan killen. Oh, gok het erop. Nope, dat had niet gekund. Oké, dan gaan we op die manier dood. Ook goed. Maar mij niet uit. Nee. Die duurt dat ons door. Was dit? Iets craps. Ga nou eens bukken, dank je. Daarboven zit nog iets. Oh, moeten wij wel naar boven gaan en niet via het water? Nee. Oeh, een tunnelbuis. Dat is leuk. Oké, dan sterf ik maar. Zo, weer minder. Oh oh. Lijkt volgende keer wel even in de kloof gaan. Zo, nu is het niet door waar we zijn. Hé, hey, waar is die nou? Net was die hier nog. Ja, net was ik hier nog. Zo, grab. Tegen de muur aan gooien. En dood. Dan wil ik alleen maar catalyst, dank u. Wat is dit? Stealth Marshall, ik hoef geen Stealth Marshall. Een shotgun met een sinus erop is toch wel zo lame. Jongen, oh crap. Nou kun je ook gelijk zien wat dat dus deed. Oh. Zo'n bubbel die... Auw. Was te verwachten dat dat ging gebeuren, maar...
Maar in ieder geval zo'n bubbel die zorgt dus voor dat je kortsluiting krijgt. En dan heb je een heel groot probleem. En volgens mij kunnen we dit ding stappen. Ja. En dan moeten we die deur openblazen. Heavy incoming, oh daar. Het is maar goed dat we hierin zitten. Kunnen we die heavy neerknallen? Poging tot. Nog meer liefhebbers. Ga dood. En daar dan. Ik denk dat we alles wel hebben. Straks leeft die grote deur hier nog? Nee. Die is dood. 500 cat leeft hier een. Dank u. Nou, deze lightjes allemaal. Zo ging het wel erg makkelijk trouwens. Ik weet niet trouwens als het beeld een beetje laggy lijkt. Maar dat is het niet. Ik draai gewoon 6 frames per seconde. Maar ik weet niet waar die last van heeft. Hij lijkt een beetje slomig. Als ik draai en dergelijke. Dus het is geen FPS probleem. Ik heb gewoon 60. Maar waarschijnlijk iets met de V-sync te maken en dergelijke. Want hij had net ook moeite met opstarten. Natuurlijk vrij weinig zin in. Oh ja, we moeten naar beneden. Oh wacht, we kunnen dat ding meenemen. Kom maar bij papa. Oké, ik wou nou echt een hele foute opmerking maken over hoe lang dit ding wel niet is. En waar die hangt. Oh. Armor mode. Jee, onder water, zwemmen. Altijd leuk. Kunnen we zwemmen met dit ding? Nee, dat kan niet. De game freest. Waarom freest de game? Game? Is het alleen de game of is het alles? Het is alleen de game. The fuck? De hele game crasht. Yay. Hallo Black Legion en hij was dus gecrashed. Waarom begin ik zo weer met Black Legion? We hebben een souvenir gevonden. Ik dacht dat ik moest het hele stuk overnieuw spelen. Of het hele stukje. Dan dacht ik, hey, Stitch of Liberty, zou er geen secret in zitten? En ja, daar zit dus een souvenir in. Ik moet nog wel de deur openblazen. Hopen dat deze keer beter gaat. Ik weet niet waarom die crashte, maar zoals ik zei, hij had al redelijk problemen. Ik had in het menu ook maar 500 FPS. En nu heb ik tenminste 1300 FPS weer. Alleen, het probleem nog steeds is dat de lijntjes, zoals je ziet, zijn niet helemaal normaal. Ze zijn een beetje pixelig. AA, zeg maar, problemen. En dat had ik wel via de Origin versie, op mijn SSD, had ik het probleem. Maar niet met de Steam versie, daarom heb ik de Steam versie ook gepakt. Maar nu heb ik dus ook problemen met de Steam versie. Dus ik moet zo nog eens even V-Sync weer aanzetten, maar ik weet niet wat dat gaat doen. Maar daar komen we vast nu eens achter. We gaan even dit weer oppakken, de catlist. Oké. Even kijken, options. Graphics. Ik weet niet of dat goed gaat tijdens dit. Tijdens het recorden. Ja, alleen pakt hij nou weer 24 FPS. En ik weet niet hoe dat kan. Maar hij lokt hem op het aantal heads. En mijn monitor kan 23, 24, 25, 30, 55 volgens mij, 59, 60, 75 heads. En hij pakt 24 om de een of andere reden. Ik kan dat niet uitzetten. Het is stront irritant. Dus V-Sync is het hem niet. Want dat helpt dus geen zak. Dan kan het nog zijn Windows. Want Windows Arrow is ook een heel probleem. Altijd. Maar ik heb Arrow. Even kijken. Sorry, ik moest niezen. Maar hij staat op gewoon Arrow. Dus even kijken. Ik kan wel Basic zetten. Dat hoorde je nu. Pum pum. Maar dat zou normaal ook niks uit moeten maken. En Windows, dat is nog het mooiste. In Windows mode werkt hij wel. Nee, zie je hebt nog steeds weer die stomme lijntjes. En als ik nou dit doe. Alt-tab. Of Alt-enter.
Nou zijn die lijntjes helemaal gewoon mooi. Er zitten geen pixellijnen in. En dat probleem heb ik dus op mijn SSD ook met... Met de Crysis 2. En nou dus ook met de Steam versie. Waardoor het komt weet ik dus niet. Maar Windows spelen werkt voor geen ene meter. Dus dan moet het maar even zo. Maar wat daar ligt weet ik dus niet. Het is echt stront irritant. In ieder geval, dat weet ik wel. Oh, laten we deze keer geen HMG meenemen. Misschien lag het daar wel aan dat we machine gun mee hadden. En anders als hij nou weer crasht dan... Nee, hij crasht nou niet. Zal wel. Ik heb toen ook al gezocht naar wat het probleem was met die rare... Rare stomme lijntjes, maar ik kon het toen ook al niet vinden, dus... Maar ik zal mijn best doen. Maar ja, hoe gaat het eigenlijk met onze nano-shizzle? Ah, nevermind. Ja. You fools. The soup, you fools. You destroy our only hope. Cease fire now. Kom op. Nog meer liefhebbers. Kom maar. Ze waren ons wel mooi aan het opwachten trouwens. Zo, daar zijn we binnen. Maar volgens mij lijkt hij nou ook echt. Hij lijkt te laggen, ook al is het gewoon 60 frames per seconde. Dat is het raarste, vind ik. Uh-oh. Zo. Demolition Scar vind ik niet zo heel interessant. Ja, yep, goedemorgen. Zijn we dan. K-voltjes. Maar die gaan we niet gebruiken. Hé, hey, kijk. Een detectiepotje. Piep, piep. Oftewel, wakker worden. Oh, in zijn ballen. Weer een minder. Hey. Gewoon niet. Doe gewoon niet. Hier nog iets interessants. Ja, ammo volgens mij. Piep, 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 piep. Verder niks apart hier. Nee, hele mooie printer. Piep, piep. Piep, piep. Beetje achter zo'n HMG zit, hè, jij. Zo doen we dat niet. We hebben nu echt die AA-lijn, dat is stront irritant. Lelijk. Je ziet nog iets binnen. Nou ja, K-Volt, een of andere laptop. Grenade. Volgens mij heb ik daar nog wel genoeg van, maar... Ja. Oké, dan gaan we met de HMG de lift in. Ik zou even Alt-Tab spelen. Of Alt-Enter. Ik zie dus niet alles, maar de recording maakt het verder niks uit. Maar dan heb je tenminste een beter beeld, want dit is echt stront. Tenminste, ik vind het echt stront, heet dat. Moet ik nou weer... Pick up de HMG. Wacht, ga in de stealth motor. Huh? De lift kwam naar beneden, maar die zit er niet meteen. Kan dit nu? Hallo? Um,
Er loopt hier wat water. Is dat er goed tegen? Nee. Holy crap. Dat is wel ziek. Wat zijn dat allemaal? Bedden en... een wasmachine. Van alles en nog wat. Dat is wel fucking ziek. We kijken. Stealth mode en in F. Wow, wat de hel ben jij? Wat doe jij hier? What are you doing, Lockhart? I'm doing what the Krynet has done 3 years ago, old man. I'm pulling the plug on your obscene cyborg dreams. You're throwing away our only hope, Lockhart. You fool. You think you can hide from the future? We have no choice in this. That dog won't hunt now, Hargreave. The board sides with me this time. You're not in the bushes. Okay. We zijn een bos elke trash. Tik ontploffing. Huh? Kom maar. Handig even een HMG meenemen. Man down. Kom maar. Ik ben de gasmaaier. Uh-oh. Oh, wat de hel. Oh, dat zit het scherm in. Oké, okay, dus ze kunnen niet meer bij me komen. Of we moeten naar boven, toch? Dat was de bedoeling, wat ik begrepen heb. Oké, okay, waarom kijken we naar het water toe? Oh-oh. Oh-oh. Alcatraz? Alcatraz? Ik heb geen zin in douchen. Holy crap, what the fuck is dat? Oh fuck. Nee. Dat is een harde douche. Vliegen we nou naar buiten? Ja of niet? Yep. Hey, een boot. Oké. Central Station it is. Nou, heel mooi voor de persoon met een lepel in zijn reet, maar ik ga geen team voor de twee met je. Als je niet weet waar ik het over had, het kwam dan rechts onder in beeld. Ze zijn hier lekker bezig boven. Ik doe wel net alsof ik van niks weet, ik loop er wel tussendoor. Dit ziet er wel fucking vet uit zo. Dikke battle boven aan de hand. Wij lopen er gewoon een beetje tussendoor, te lantafanten. Pompidum dumpidum. Oeh, motherfucker. Holy crap. Dat is volgens mij een iets groter vriendje dan dat andere grote vriendje al. We hadden al een groot vriendje, maar deze is nog groter. Uh-oh. Waarom werd ik weer eens terug geboost? En nu? Oh, het zijn friendlies. Zelfs. Oh, fuck. Holy crap! Uh-oh. Rennen, Alcatraz. Uh-oh, naar boven springen, Alcatraz.
Dat kunnen we. Goed zo, brave jongen. Oh, dat ding target ons. Staff? Er zitten ook nog enemies om ons te schieten net toch? Hoop ik. Oh, health critical. Oh fuck. Eliminate de plinger. De pinger. Wat de hel. Is dat ding een pinger? Dat is een lelijke naam. Ja, wat wil jij worden? Ik wil een pinger worden. Juist. Kunnen hier verder niks? Oh oh. Ik wil achter hem komen. Ja, ik denk dat we hem daar moeten hitten. Denk ik. Oh crap, ik denk dat het gebouw zal open. Is het ook wel. No, alleen boven. Rennen, 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 rennen. Nee, 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 nee. Elke trash. Oh fuck. The fuck is dit? The fuck? Die shit flipped hem. Oké, nou niet meer. Oh oh. Oké, even maar weer door. Doorrennen. Oké, we zijn weer achter. Even regenerate, even energy. Komt helemaal goed. Zolang hun hem maar bezig houden. Zorgen dat hij mij niet elke keer ziet. Mooi, dat was weer een hit. Oh. Dat wordt een hit op mij. Hij zit nou binnen hier. Ja. Yeah. Hallo. Ik moet ammo hebben voor mijn... Rocket line. Oh wacht, die voor kan ook. Nee, 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 nee. Oké, achter in de winkel. Hide. Dat was een heel slecht plan, heel slecht plan. Dat was zo'n slecht plan. Maar ik heb het wel overleefd. Dat verbaast mij. Nee, kut. Dat was iets te dichtbij. Tja, ik was met die C4 aan het experimenteren, maar nee. Het ging niet helemaal goed. Maar we moeten deze nog wel even verslaan. Voor het einde van de part. Ik ga dit niet afsluiten op dit. Dat zou heel erg leem zijn. This is Delta 6 to base. We need backup now. Oké, okay, dat is in ieder geval een goede hit. Oké. Okay. Please, heb mij niet door. Grote robot. Waarom zie jij mij? Dat is niet eerlijk. Hier ziet hij me sowieso, dat was te verwachten. We pakken nog even een rocket launcher bij. Wat niet wil, blijkbaar een cloak. Waarom kan ik het niet gewoon bijpakken? What the fuck? Oké, ben jij omgedraaid? Nee, je bent niet omgedraaid. Omgedraaid zei ik. Andere kant op. Hou je maar bezig met Jingo. Wel een beetje in de buurt blijven zodat ik je kan hitten graag. Brave jongen. Oké, naar binnen rennen. Kunnen we nou deze wel pakken? The fuck is deze nou bij... De hel is dat ding opeens weg. Puggy.
Dat ging nog net goed. Zou je hierboven niet wat opleggen? Oh crap, hij schiet hier doorheen. Hij vriend, sta jij onder mij? Halfjes, hè? Kut, die komt er niet doorheen. Komt er überhaupt eentje doorheen? Niks, hè? Ja, die is er doorheen. Oké, okay, hier weg. Dan zou je sowieso doen. Maar dat deed ook niet wat we wouden dat het deed. Oké, hier achter houden, kom op. Lief monstertje, daar ligt een rocket. Hey, pick up C4. Oké, okay, we hebben twee rockets erbij. What the hell? Ha! Een glitch, geweldig. De map niet goed afgemaakt. Lief diertje. Oké, okay, mooi. Hij flipt hem mooi. Kom maar, loop maar weg. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Nee hoor, ik ben er niet. Loop me verder, ook al doe je al die shit, dat helpt niet. Oh, dat helpt wel. Loopt hij nou eigenlijk door? Ja, mooi. Blijf je stilstaan, vriend. Kut, zijn er bewegen te veel. Dan worden we gezien hier haast. Oké, okay, recharge. Ja. Rennen, Alcatraz. Niet jij hier gaan schieten, dan lok je hem hierheen. Aap. Zie, dat krijg je dan wel. Zo schiet dat nooit op. Crap, dat ding is nog steeds niet kapot. Heb je hier alsjeblieft een rocket? Ja, dank u. Nee. Schiet die andere mensen eens maar kapot. Fuck, motherfucker. Nee. Stoute robot. Hij hit ons met al die K-volt-achtige dingen, zeg maar. Dus zo gauw als hij ons hit, gaat onze energy eraf. Ik word nou sowieso gezien door hem. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Nou niet. Nou misschien wel door de ruit heen. Nee, nog niet eens. Iets in mij zegt dat dat niet de handigste move ever was. Zo duurde het nog wel even trouwens, dat grote monster de pinger killen. Hij doet nou allemaal DDoS aanvallen. Volgens mij is nog wel één hit met rocket launcher. Is hij dood? Hij is dood! Nano Catalyst, graag. 1000? 2000! Yay! Aha. Ik. T-bag zijn restant het wel. Oh. Goh, kijk wie er opeens eruit komt gezet hoor. Hallo.
Maar we gaan regroupen in de volgende part. Later.